My fellow Americans. Nou, en de rest kun je zelf wel invullen en herken je natuurlijk ook wel het volkslied. Dit gewichtige volkslied is van de United States of America. En dit land dat overal de vrijheid brengt en overal je in vrijheid wil laten leven, dat de onbegrensde mogelijkheden, nou dat is toch geweldig, want Amerika brengt overal de democratie en die laat zich overal leven hoe jij wil leven, in alle vrijheid. Maar wat schetst onze verbazing, daar waar generatie op generatie, nou eeuwen zal ik niet zeggen, maar toch wel een dikke 100 jaar uit de hele wereld mensen naar Amsterdam komen om vooral naar de hoeren te gaan, die het beroep in alle oudheid en vrijheid uitoefenen, blijkt dat er twee hoeren die in alle vrijheid wouden genieten van een kort maar welverdiende vakantie in Amerika, daar opgepakt zijn door de Amerikaanse autoriteiten, omdat ze in Nederland, in hun eigen land, de hoer speelden, zullen we maar zeggen. Althans, dat was hun beroep. En in alle vrijheid hebben ze voor dit beroep gekozen en bieden dan hun diensten aan. Nou, niks mis mee. Maar wat blijkt nou? Ja, dat ditzelfde Amerika, laten we zeggen, achter elk moslimland zijn vrijheid en democratie opdringt. Maar in principe die moslimlanden verwijt slecht voor vrouwen te zijn, vrouwen te onderdrukken, dat vrouwen niet in vrijheid kunnen kiezen. Datzelfde land voert in principe hetzelfde uit om deze twee vrouwen vast te zetten. Nou, ik vind het een waanzinnig belachelijk idee, maar ik wil hem toch nog even horen. Nou, was hij ontroerend of niet? Want in dit geval kun je wel zeggen dat de dames die van hun welverdienste vakantie willen genieten, toch echt dubbel genaaid worden.